slavenhalers gingen hier gewoon als ordentelijke koopschepen, koopvaarders de haven uit. Pas voor de kust van Guinea, voor Afrika werden ze tot slavenhalers omgebouwd. Werden de tussendekken gebouwd, werden de schotten gezet. Vind je de ellende, vindt de ellende plaats van die mensen die getransporteerd worden in erbarmelijke omstandigheden. En aan de andere kant in de Amerika's. Worden ze eraf gehaald, het schip wordt ontsmet, het wordt weer teruggebouwd tot de koopvaart. En het komt met allemaal zeer welgevallige producten als suiker en tabak weer in Middelburg aan en iedereen blij. En niemand heeft geweten, dat is overdreven, maar dat ik zeg, de ellende die daarvoor nodig was om die producten hier in de westerse wereld te krijgen, dat speelde zich af achter de horizon, de ver van onze bedshow, zal ik dan maar zeggen. Hier komen we dus in het depot, dus eigenlijk waar het allemaal over gaat. Dus hier hebben we dus die 18 kilometer archieven opgeslagen, waarvan er ruim 140 meter over dat Zeeuwse slavernijverleden gaan. Ik zeg wel eens dat het archief van de commissie komt hier, is samengebald, uitgekristalliseerd slavernijverleden wat hier dus op de plank staat. Hier begint de Middelburgse Commissie Compagnie, nummer archiefstuk 1. En ik denk dat ik geloof ik nummer 575 uit mijn hoofd, maar dat durf ik niet te garanderen. Dit is 573, dan zie je hoe dat zo'n archief in elkaar zit. De heren directeuren en commanderen al hier debet aan het schip aan Philip Erasmides. Dit noemen we een lias. Dit zijn dus allemaal stukken die met zo'n slavenreis samenhingen. Die zitten met een veter aan elkaar vast. Dit is een beetje lastig te raadplegen. Dus tot aan de bonnetjes van elke scheepsreis is dat hier aan het archief bewaard gebleven. Het kladboek van het Hof van Zeeland anno 1732, gehouden door kapitein Jan de Moor. Voorin ligt los: lijsten van de Negroze slaven die overleden zijn op het schip het Hof van Zeeland, daar commandant kapitein Jan de Moor, het welk door mij is geobserveerd als meester, chirurgijn aan accidenten, ziekten, het water en verders andere kuur in het jaar 1733. En dan zie je dat er deze reis 50 slaven dood zijn getekend. En waarom staat dat hierin? Dat was een verliespost. Daar was voor betaald aan de kust van Guinea. En daar is dus op de veiling in Curaçao of Suriname stond geen opbrengst tegenover. En de kapitein moest dat verantwoorden aan de heren directeuren in Middelburg. Want het waren natuurlijk geen lieve jongens, die kapiteins en die stuurlieden. Dus de kooplieden hier in Middelburg waren als de dood, dat ze voor zichzelf zouden beginnen. Ja, er zijn een paar dood gegaan en dat ze die ondershands voor eigen rekening zouden verkopen. Dus de chirurgijn moest ervoor tekenen dat ze ook echt dood waren. Het ligt voor in dit platboek en eigenlijk is dat een handelsboek. Je vindt nog een keer lijsten van de dode negers anno 1733. Heb je weer die 50 slaven. En hier vind je met nummer 1 anno 1732, de 9 december aan Luango, São Paulo, is slaaf nummer 1 aangekocht. Dan zie je mans, vrouw, jongen, meisje. Dat is een jongen met een streepje en M met een meisje. En dan is het zo opgebouwd dat ze dus per slaaf die werd gekocht. Dat was ruilhandelen op de kust van Guinea. Maar ja, daar moest een bedrag voor staan. Dus dan vind je waarvoor een slaaf, en dit was dus een man in dit geval, werd verhandeld. Voor 2 stukken rowaan, 2 geweren, een stuk blauw, dus ook weer textiel. Dit is opgeschreven door iemand. Ja. Iemand heeft een veerpluim in een potje inkt geduwd en heeft dat opgeschreven. Niet zodat wij die film konden maken, nee, maar gewoon omdat dat zijn werk was. Ja.
En er waren dus gewoon net, weet ik veel, als je dat bij elkaar optelde, want dit is één schip en één bladzijde uit een ding. Maar als je dat hele ding gaat doorspitten, dan kom je dus bij een flink aantal doden, weet je wat ik bedoel? Gewoon een aantal geesten die misschien net van hun plantage afkwamen. Of net naar school geweest waren, of net, weet ik veel, God aanbeden hadden, of voor mijn part bij een vrouw vandaan kwamen. Die werden gevangen door andere mensen en die, ja, die hebben ervoor gezorgd dat ik dan nu hier in dat archief gewoon emotioneel geraakt zit te zijn. En ja, dat gewoon mijn bloedlijn is. Weet je wat ik bedoel? En dat raakt mij. En daar kan ik gewoon helemaal niets aan doen. Dat vind ik het wel mooi geweest, hoor. Nou goed. Nou, het raakt mij gewoon even. Dat kan ik helemaal niets aan doen. Dat speel ik niet, maar dat is gewoon zo. En dan word ik even keihard met mijn neus op de feiten gedrukt. Je bent er wel mee bezig en ik kan een leuk theater over maken. Of daar rationeel mee bezig zijn of je positie in de Nederlandse samenleving. En als ik dan zo'n Jan-Peter Balkenende hoort zeggen, we moeten een beetje van die mentaliteit terugkrijgen. Weliswaar had hij toen over de VOC. Maar zeg maar die handelsgeest waarbij alles gedaan wordt, dan denk ik van man, je weet niet wat je het over hebt. U bent CEO. Bent u wel eens in het Zeeuws archief geweest? Even kijken, ik denk niet dat ik er zelf ben geweest. Ik ben wel op een aantal plaatsen in Zeeland geweest. Maar ik ken er wel de nodige verhalen over. Ja. Ik ben onlangs in het Zeeuws archief geweest en ik heb dus de boeken gezien van de Middelburgse Commerciecompagnie. En dat is echt te huilen. Is dat een aanrader voor u? Misschien dat u daar een keer gaat kijken samen? Ik geloof dat u een hele goede tip doet. Omdat u ook wijst op de indringend de karakter van dit alles. Ja. En misschien dat we een keertje kunnen doen. Gaan we samen. Dankjewel. Bedankt hoor. Nou, dat was minister-president Balkenende. Een aardig mens. Ik denk dat ik toch eens een keer samen met hem ga kijken in de archieven van Middelburg. Kijk wat er dan gebeurt.